Ringland heeft een stappenplan klaar en vraagt aan elke politieke partij om dat ten laatste op 22 mei te ondertekenen, drie dagen voor de verkiezingen dus. Al 250 experten deden het hen voor en zetten hun krabbel onder het stappenplan. Dat plan vraagt in de eerste plaats om de overkapping van de ring als absolute prioriteit op te nemen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Ja, ik denk dat dat essentieel is om vanuit samenwerking in een open proces, transparant, vanuit alle verschillende disciplines, met alle mogelijke betrokkenen, constructief samenwerken. Ik denk dat dat de boodschap is. Jullie vragen nu een engagement vanuit die politiek? Denkt u ook dat dat er gaat komen? We zien toch op heel veel reacties dat er heel veel positief reageert op Ringland, zowel vanuit politieke partijen als vanuit de BAM en nog anderen. En laten ons hopen hè, dat dat de kracht is van Ringland om iedereen mee te brengen en uh, het enthousiasme samen te delen. Ringland wil ook een onafhankelijke stuurgroep die een synthese maakt van alles wat er al bestudeerd is. Onder andere van de verschillende tracées voor de Oosterweelverbinding en de ondersteuning van de krijgsbaan. Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan resultaat opleveren waarbij projecten kunnen realiseren en opstarten binnen de periode. Die vooropgesteld is. Dus We zijn het absoluut over eens. mag absoluut geen tijdverlies betekenen. mag absoluut geen meerkost betekenen. We denken dat met het budget en binnen de tijd uh, dat een oplossing kan bieden. En we zijn er wel van overtuigd dat het alleen kan als er draagvlak is. Volgende vrijdag 23 mei organiseert Ringland een groot slot-event. Van op 10 bruggen over de Ring komt er een menselijke wave van Zwijndrecht tot in Ekeren.